Hallo en welkom. Dit is Separated by Force, afstandsmoeders in the Netherlands. Mijn naam is Sarah Thekaert en vandaag gaan we Ina Hut ontmoeten. Ina Hut was een aantal jaren van 2003 tot 2009 directeur van Wereldkinderen, een van de grootste adoptiebureaus van Nederland. Maar hoe meer Ina bij het systeem betrokken raakte, hoe meer ze het gevoel kreeg dat ze er geen deel meer van wilde uitmaken. Zij heeft haar functie bij Wereldkinderen in 2009 als klokkenluider publiekelijk neergelegd nadat het ministerie van Justitie haar meerdere keer nadrukkelijk had gezegd haar onderzoek naar de achtergrond van de adoptie van kinderen uit China niet voor te zetten. Dit op straf van het intrekken van de vergunning van Wereldkinderen. Haar vertrek heeft veel media-aandacht gekregen en de minister van Justitie moest zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor de intimidatie van Ina Hut bij haar poging tot onderzoek en waarheidsvinding. Ten behoeve van dat overleg in de Tweede Kamer schreef ze een rapport voor de Tweede Kamer over het systeem van interlandelijk adoptie, onder andere uit China, en de houding van het ministerie van Justitie. In haar ogen liet het ministerie handelsbelangen prevaleren boven de belangen van kinderen. Momenteel werkt ze bij het Nederlands Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, COMENSA, een organisatie die strijdt tegen mensenhandel in Nederland. Ina Hut, welkom. Dankjewel, Sarah. In deze podcast hebben we geleerd dat tussen 1956 en 1984 in Nederland ongeveer 15.000 kinderen werden afgestaan voor adoptie. Hoe is de huidige situatie in Nederland op het gebied van adoptie? Wat je in Nederland ziet is dat er op dit moment heel weinig binnenlandse adoptie plaatsvindt. Dat zijn zo'n 30 tot 40 kinderen per jaar. Maar er is nog wel buitenlandse adoptie, dat is wel behoorlijk afgenomen. Maar vanaf 1956 tot 2012 zijn er ongeveer 55.000 kinderen voor adoptie naar Nederland gekomen vanuit diverse landen, zoals bijvoorbeeld China, India, Thailand, Colombia, de Filipijnen, Thailand, Afrikaanse landen. En gelukkig is daar in 2009 toch wel een kentering in gekomen, in die zin dat het aantal adopties naar Nederland behoorlijk gedaald is. Er worden nu nog ongeveer zo'n 200 tot 300 kinderen op jaarbasis geadopteerd in Nederland, naar Nederland. Zijn er ook vandaag nog adoptiesystemen die twijfelachtig zijn? Ik denk dat als je kijkt naar het macrosysteem, dus even met een helikopterview kijken naar interlandelijke adoptie, dan denk ik dat het bijna niet te garanderen is dat er goede adopties plaatsvinden. Mijn motto is altijd geweest dat vraag creëert aanbod. Dat er kinderen worden afgestaan omdat er adoptie is. Dat er ook kinderen worden afgepakt omdat er adoptie is. En dat er ook kinderen worden verkocht omdat er adoptie is. Ik wil niet zeggen dat alle adopties niet goed zijn. Maar op het macroniveau vind ik dat het systeem van interlandelijke adoptie niet meer verdedigbaar is. Dat zou gewoon definitief moeten stoppen. Wat was jouw motivatie om op het gebied van internationale adoptie te werken? En wat had je verwacht hoe dit gebied zou zijn? Ja, ik kwam vanuit een hele andere omgeving. Ik kwam vanuit de positie als directielid van Nijenrode. En tijdens die periode overleed mijn eerste kindje bij de geboorte. En dat was voor mij reden om de overstap te maken naar de goede doelensector. Dat wilde ik eigenlijk altijd al wel in de tweede helft van mijn carrière. Maar dit was voor mij aanleiding om het eerder te doen. Ik stond toen ook zelf ingeschreven voor adoptie. Ik dacht toen nog dat adoptie iets moois was, iets nobels. Fijn dat er mensen waren die wilden adopteren. Want in mijn beleving waren er toch zoveel kinderen in de wereld die geen ouders hadden en die zouden kunnen opgroeien in een liefdevol gezin in de westerse wereld. Maar toen ik eenmaal achter de schermen keek van adoptie, zag ik dat de vraag naar kinderen veel groter was dan het aanbod. En die vraagkant creëerde het aanbod voor kinderen. Dus in die tijd, 2003, stonden er op elk adoptiekind tientallen echtparen te wachten of stellen te wachten die wel wilden adopteren. En die vraag naar kinderen creëerde aanbod naar kinderen. Dus ik kwam er al vrij snel achter dat dat niet oké was. Ik heb ook een jaar nadat ik directeur werd
van Wereldkinderen, de grootste adoptieorganisatie toen in Nederland, heb ik mijn eigen adoptieprocedure om die reden stopgezet, want ik wilde niet meewerken aan de vraagkant naar kinderen. En toen dacht ik nog, ik kan van binnenuit het systeem verbeteren. En dat heb ik toen nog 6 jaar geprobeerd, maar dat was vechten tegen de bierkaai. Er zijn zoveel krachten werkzaam in het veld. Er is zoveel lobby om die adoptie door te laten gaan, dat het gewoon onmogelijk was om daartegen te vechten. Je bent zelf meerdere jaren werkzaam geweest op het gebied van internationale adopties als directeur van de organisatie Wereldkinderen. Daarbij zijn je dingen opgevallen waardoor je aan het hele systeem begon te twijfelen en je probeerde om jouw eigen onderzoek te doen. Wat is daarna gebeurd? Ik kwam er al vrij snel achter dat de vraag naar kinderen aanbod creëert, omdat de vraag vele malen groter was dan het aanbod. Ik liep er bijvoorbeeld tegen aan dat in India onze contactpersonen niet wilden meewerken aan het vinden van biologische moeders, omdat ze naar mijn gevoel het systeem in stand wilden houden. Hun motto was van ja, maar wij hebben de moeders geheimhouding beloofd, dus we mogen niet gaan zoeken naar de moeders. Maar we waren inmiddels wel 30 jaar verder, dus ze zouden kunnen kijken of die moedersmissie van mening waren veranderd. Verder liep ik tegenaan dat in Ethiopië rechters een handtekening zetten onder een document dat de ouders van geadopteerden overleden waren. Terwijl kennelijk alle betrokkenen daar wisten dat dat niet het geval was. Een ander voorbeeld is Haiti, waar we steekpenningen zouden moeten betalen om daar te mogen blijven werken. Voor ons was dat reden om daar te stoppen, want we wilden geen steekpenningen betalen. En als je dan, dit heb ik gemeld ook aan het ministerie van Justitie, die de vergunning verleent om te mogen bemiddelen bij adoptie. En ze zeiden toen tegen mij van, nou ja, steekpenningen, als het maar wordt verantwoord in de boeken, dan hebben wij er geen problemen mee. En het gevolg was dat een andere Nederlandse adoptieorganisatie met betaling van steekpenningen gewoon door kon gaan in Haiti. Met medeweten dus van ons ministerie van Justitie. En last but not least liep ik er tegenaan dat we erachter kwamen dat directeuren van kinderthuizen in China op grote schaal betaalden voor het aanbrengen van kinderen. En die kinderen gingen voor adoptie naar het buitenland, waaronder ook naar Nederland. Tenminste, dat vermoeden hadden wij. En toen ik dat wilde onderzoeken, toen zei ons eigen ministerie van Justitie van, als jij dat gaat onderzoeken, dan pakken we jouw vergunning af. En dat hebben ze tot 3 keer toegezegd. Toen de afstandsmoeders onder druk werden gezet om hun baby's af te staan, leken professionals te geloven dat dit het beste was voor de baby's. Is deze manier van denken iets dat je ook ziet bij internationale adoptie? Ja, dit zie je, maar je ziet ook vooral een ander fenomeen. En dat is dat, ik heb het al eerder aangegeven, die vraagkant naar adoptie creëert het aanbodkant. Je ziet dat interlandelijke adoptie levert ook veel geld op. Met name voor de landen van waar de kinderen komen. De contactpersonen al daar, dat is gewoon een hele industrie geworden. Dus ik denk eerder dat bij interlandelijke adoptie speelt dat het gewoon geld oplevert. En dat men niet, ja, men denkt ook wel dat het beter is voor kinderen. Althans, in bepaalde landen wordt dat gedacht. Bijvoorbeeld Ethiopië denkt men wel van, goh, in het Westen ben je beter af. Maar ik denk dat je wel kunt stellen dat geld de voornaamste drijfveer is in de wereld van interlandelijke adoptie. Je hebt ook kinderen met special needs. Dus die hebben extra aandacht nodig omdat ze een handicap hebben, geestelijk of lichamelijk. Voor deze kinderen durf ik dat niet helemaal goed te zeggen of dit hier ook geldt. Want die kinderen hebben in eigen land vaak weinig toekomst. Maar goed, aan de andere kant, je ziet ook veel dat special need kinderen worden gemaakt op papier. Om ze zomaar klaar te maken voor adoptie. En wat je ook ziet is dat kinderen, als ze dan eenmaal in Nederland komen, soms vanwege de special need in kinderthuizen terechtkomen. En of dat nou een goed idee is, dat weet ik niet. Ik denk het niet, want ze zitten dan ook nog eens keer in een vreemde omgeving. Afstandsmoeders kregen vaak het advies om met niemand over hun situatie te praten. Is dit stilzwijgenpatroon iets dat je ook bij adoptie naar Nederland bent tegengekomen?
Ja, je ziet dat in een groot aantal landen zie je dat überhaupt het feit dat je bijvoorbeeld ongehuwd zwanger bent, dat dat een groot taboe is. En met name ongehuwde moeders, die praten daar niet over. En die worden dan min of meer gedwongen, in een fuik getrokken om hun kinderen af te staan. En die praten er inderdaad niet over. Je ziet ook bijvoorbeeld bij het programma Spoorloos op de televisie dat het vaak een groot taboe is dat kinderen zijn afgestaan. Niet altijd, maar in sommige landen is het gewoon inderdaad een groot taboe. Praat er maar niet over. Praat er niet over dat je zwanger bent. Praat er niet over dat je een kind hebt afgestaan. Praat niet over adoptie. Denk je dat de situatie van internationale adoptie vergelijkbaar is met de situatie van afstandsmoeders in het verleden? Ja, ik denk deels wel. In die zin daar waar het gaat om ongehuwde moeders. Daar ging het in Nederland natuurlijk ook veel om. Ongehuwde moeders in de landen van herkomst. Die werden en worden onder druk gezet vaak. Vanwege het taboe dat er heerst op ongehuwd moederschap. Maar bij interlandelijke adoptie speelt er ook nog wel iets anders een rol. En dat is dat de vraag naar kinderen vanuit het Westen heel groot is. En dat dat ook corrupte personen, ook in de landen van herkomst, stimuleert om kinderen af te pakken. Of om biologische ouders verkeerd voor te lichten. Die bijvoorbeeld denken dat het gaat om een scholarship, dat de kinderen wel weer terugkomen. Heel veel landen, bijvoorbeeld Afrikaanse landen, weten niet, kennen het systeem van interlandelijke adoptie helemaal niet. Want een kind, als die geen ouders meer heeft, groeit op bij de extended family. En interlandelijke adoptie, dat is een systeem dat door het Westen is bedacht, destijds om kinderen in ontwikkelingslanden te helpen. Maar inmiddels is dat verworden tot een systeem om ongewenst kinderloze stellen aan kinderen te helpen. En dat kan niet de bedoeling zijn van interlandelijke adoptie. En dat stimuleert het aanbod van adoptie. We hebben in vorige aflevering gehoord dat het systeem van de afstandsmoeders de moeders en de kinderen getraumatiseerd heeft. Is dit ook het geval bij internationale adopties? Ja, je ziet dat zowel de afstandsmoeders, de biologische moeders, als ook de geadopteerden, dat die vaak levenslang op zoek zijn, de moeders naar hun kinderen. En de geadopteerden, die zoeken heel vaak naar hun roots. Je ziet dat geadopteerden vaak al getraumatiseerd zijn doordat ze afgestaan zijn. En dan komt er nog vaak eens een extra trauma overheen door het feit dat ze geadopteerd zijn in een westers land waarvan ze totaal geen feeling hadden met de cultuur. En ja, dat geeft natuurlijk problemen. Dat zie je bij veel geadopteerden. Alhoewel je ook wel geadopteerden ziet die wel blij zijn met hun adoptie. Maar ik hoor toch helaas heel veel verhalen dat geadopteerden vaak best wel trauma's hebben opgelopen vanwege het feit dat ze zijn afgestaan en zijn geadopteerd. En ja, je hoort natuurlijk ook steeds meer verhalen nu van de moeders, de biologische moeders, de biologische ouders. Ja, dat die hun leven lang op zoek zijn naar hun kind en graag willen weten hoe het met hun kind is. Die leven vaak ook voor hun familie met een groot geheim, want ze mogen er ook niet over praten. Want dan lopen ze nog risico's. Dus ja, ik herken dat zeker, dat zowel afstandsouders als ook geadopteerden, dat die getraumatiseerd zijn. Weet je of de vrouwen die nu hun kinderen afstaan voor interlandelijke adoptie evenzeer onder druk staan, zoals de afstandsmoeders? Ja, ik denk dat je geen illusies moet hebben dat dat in ontwikkelingslanden nu niet meer zal gebeuren. Want het gebeurt nog steeds vanwege het taboe dat er heerst op ongehuwd moederschap. Dus ja, ben je ongehuwd moeder, dan voel je die druk van de omgeving en ook van de tehuizen waar je dan vaak verblijft om kinderen toch maar af te staan voor adoptie. Een nieuw aspect in dit systeem, wat bij de afstandsmoeders niet zozeer het geval is geweest, is corruptie. Wie profiteert er tegenwoordig financieel van moeders die hun kinderen afstaan? Ja, ik denk dat je dat je vooral kunt zeggen dat de landen van herkomst, contactpersonen al daar, tussenpersonen al daar, rechters,
directeuren van kinderthuizen, medewerkers van kinderthuizen, dat die ervan profiteren. Wij hebben bijvoorbeeld meegemaakt dat in China, dat adoptieouders, die moesten ter plekke ook nog eens een keer $3000 betalen aan de lokale autoriteiten. En dat geld werd niet verantwoord. Dus wat is daarmee gebeurd? En ik heb wel mijn vraagtekens erbij of dat ten goede is gekomen aan het kinderthuis, dan wel aan het management van een kinderthuis in China. Het duurde 30 jaar voordat het systeem van de afstandsmoeders eindelijk stopte. Hoe lang loopt het systeem van interlandelijke adopties al en wat kunnen we doen om het te stoppen? Ja, de adoptiewetgeving is in 1956 ontstaan in Nederland. Maar je ziet dat het aantal adopties vanuit de derde landen, om het zo te zeggen, dat die met name in de jaren 70 op gang zijn gekomen. Het loopt dus nu al 50 jaar. In al die tijd zijn er zo'n 55.000 kinderen naar Nederland gekomen voor adoptie. In de topjaren zat Nederland op zo'n 1200 adopties naar Nederland. Nu is dat gelukkig gedaald naar zo'n 200 op jaarbasis. En dat is een goede ontwikkeling. Maar ik zou graag zien dat het helemaal stopt. Ik denk dat we vooral ook moeten laten zien dat het systeem op macroniveau niet klopt. Dat er veel geld in omgaat. Dat er veel corruptie is. Dat er veel misstanden zijn in de wereld van adoptie. En ja, ik denk dat we vooral moeten gaan inzetten op het opzetten van lokale kinderbeschermingssystemen in de landen van herkomst. Dat kinderen vooral in de landen van herkomst goed moeten kunnen worden opgevangen. Mochten ze daar geen ouders meer hebben, zet dan in op verstevigen van de families waar ze kunnen worden opgevangen. Zet in op lokale pleegzorg, op gezinsvervangende tehuizen al daar. Maar sleep ze niet naar de andere kant van de wereld. Ik denk dat dat niet goed is. Houd ze vooral in hun eigen cultuur en omgeving. En laat ze vooral bij familie opgroeien. En sowieso bij interlandelijke adoptie worden de familiebanden definitief verbroken. Ik denk dat dat ook heel onverstandig is. Familiebanden moeten nooit definitief worden verbroken. Je moet altijd contact kunnen blijven houden met je familie, waar die familie zich dan ook bevindt. Ina Hut, dankjewel. Graag gedaan. Thanks for listening. This was Separated by Force, Afstandsmoeders in the Netherlands. If you like this podcast, please feel free to subscribe on Spotify or Apple Podcast. If you want to support our cause, please share this podcast in your social media to reach the utmost attention for the injustice that has been done to afstandsmoeders and their children in the Netherlands and all over the world. Thank you very much and have a great day.